vurig begin van G20-top in Hamburg. Vannacht was het alle hens aan dek voor de brandweer in Hamburg, waar morgen de grote G20-top gehouden wordt. In het holst van de nacht, even voor vieren, brak brand uit bij een Porsche-dealer. 40 brandweerlieden deden wat ze konden om zoveel mogelijk van de dure wagens te redden. Maar uiteindelijk zijn er 12 verloren gegaan. De brandweer sluit een technische oorzaak uit, dus lijkt het op brandstichting. Sommige media houden er rekening mee dat er een verband is met de G20-top. Het wemelt in Hamburg inmiddels van de politie, want er worden zo'n 8000 demonstranten verwacht. De eerste zijn inmiddels in de havenstad aangekomen. Het zijn vooral linksradicale demonstranten die tegen globalisering zijn. Sommige demonstranten willen best even hun zegje doen voor onze camera, maar om nou te zeggen dat iedereen een evenzinnig verhaal smurft. In de blauwe zone is het verzamelingsrecht ingeschränkt. Und wir werden alle kriminalisiert im Vorfeld, so wie die Polizei uns behandelt. Und deswegen haben wir uns gedacht, wenn wir schon in der blauen Zone sind, dann werden wir eben Schlümpfe. Und die Schlümpfe, das sind die Schmürfen? Die Schmürfs sind Schlümpfe. Ja. Was ist dein Name nochmal? Schmürf. Aber große Schmürf, kleine Schmürf? Kleiner, dicker Schmürf. De top is vrijdag en zaterdag en de G20 bestaat uit 19 landen en de EU zoals bekend. Bondskanselier Merkel ontmoet onder andere president Trump en zijn Russische collega Poetin. En Trump en Poetin ontmoeten elkaar voor het eerst in Hamburg.